bij het bezorgen van pakketjes is het natuurlijk belangrijk dat het snel en efficiënt gebeurt. Natuurlijk mag je niet harder rijden dan is toegestaan, maar op het gebied van het laden en lossen van dit soort busjes is wel een hoop winst te behalen. En het bedrijfje Comfort Loading uit Valkenswaard heeft daar iets op gevonden. Goedemiddag Frank. Goedemiddag Rob. Ja, goed. Jullie hebben iets verzonnen om dat pakjesbezorgen nog efficiënter te maken. Wat is het? We zullen het even bekijken. Nou, doe hier even de deur open. Ik zie een lopende band en een hek. Ja, klopt. That's it. That's it. Dit is de lopende band. Het grote voordeel is, je kunt de lopende band naar je toe laten komen. En nu hoef je niet in of uit de auto te stappen als je de wagen gaat beladen of ontladen. Het probleem was voorheen dat mensen in en uit die bus moesten. Dat kost tijd, vooral met het uitladen, het uitzoeken van de pakketjes. Nu kun je gewoon in de bus blijven, want alles schuift automatisch naar achteren. We kunnen achter de bus blijven, dus we kunnen eigenlijk heel makkelijk even demonstreren. Kun je de auto beladen. Mensen hoeven dus niet meer in de bus, dat scheelt. Pakketten lijkt me ook dat die minder kunnen schuiven, want er staat een hek wat ze eigenlijk inklemt. Ja, juist. Hoe legerder de bus wordt, de lading blijft eigenlijk opgesloten tussen de achterdeur en het hek. Okay. Dus die gaan niet door de bus liggen schuiven. Ja. En daardoor heb je ook minder schade aan het pakket. Het is eigenlijk een heel simpel iets. Het is eigenlijk heel simpel, maar het bestaat eigenlijk nog niet. Oké, je bent een van de eigenaren van het systeem. Dat is zoals jullie het nu gemaakt hebben, maar het kwam ergens anders vandaan. Dat is dit, hè? Jullie hebben het eigenlijk gekocht. Het bestond al, maar het was niet goed genoeg, toch? Nee, zo is het inderdaad. Hier komt het vandaan. Waar moet het naartoe? Ja, we willen graag ook groter natuurlijk. We hebben eigenlijk een tijdje terug in november hebben we in Duitsland op een beurs gestaan. Want Duitsland wordt met name heel erg gecontroleerd, ladenzichtgroen, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus het is wel heel erg belangrijk dat je daaraan voldoet. Daar moet alles vastgezet worden in de bus en dan mag niks kunnen gaan schuiven. Nee, precies, zo is dat. Vandaar ook dat er met name uit Duitsland heel veel positieve reacties zijn gekomen op dit systeem. Op welke termijn moet dit groot zijn? Wat mij betreft kan het niet hard genoeg gaan, maar de tijd zal het leren. En, we zijn er eigenlijk klaar om de markt in te gaan, zeg maar. Nou, er is een TNO-testrapport van en het scheelt 15-20% sneller werken. 15-20%? Ja. Hoeveel kost het? Nou, het systeem is leverbaar vanaf 7.500 euro, ingebouwd dan wel. Ja, dat is flink. Maar is het dan rendabel terug te verdienen? Nou, wij hebben berekend dat het binnen anderhalf jaar makkelijk terug te verdienen is. Wij denken echt dat het een gat in de markt is. Dus binnenkort rijden er allemaal bussen van jullie met dit systeem rond? Dat is wel te hopen. Ik zeg dicht dat ding en rijden. Goed. Doei.